Citroenen eten onder hypnose of kakelen zoals een kip, dat kennen we allemaal wel. Maar met hypnose kan je veel meer doen dan mensen alleen maar laten lachen. Neem nu Daan. Hij heeft al 7 jaar chronische buikpijn en hypnose lijkt zijn laatste redmiddel. Vertel mij maar waar je naartoe zou willen vliegen. Naar de dikke darm. Oké. Kijk maar even rond of alles in orde is. Vuile banaan. Oké. Wat ga je ermee doen? In de vuilbak smijten. Oké. Veel mensen schrikken nog altijd als ze aan hypnose denken, maar toch is het wel degelijk een erkend medisch instrument. In het geval van Daan een oplossing voor zijn buikpijn, maar het wordt ook vaak gebruikt bij operaties als verdoving. En toch staat medische hypnose in Vlaanderen nog altijd maar in zijn kinderschoenen. Onterecht, zeggen de mensen die er elke dag mee werken. 10, 9. En met elke stap die je zet, ga je voelen dat al je spieren meer en meer ontspannen. Je bent nu toegekomen in de woestijn. Als de zon schijnt, dan voel je dat op je huid. En die warmte van de zon, die voelt zo comfortabel dat jij daar zelf heel rustig van wordt. Zeg het maar. Ga je dansen? Oké. Super. Ga maar even rustig dansen. Ja. 1 week voor 10. Victor Zaidi gaat op gesprek bij anesthesiste Sabine Maas. Hij moet geopereerd worden aan zijn pols omwille van een geknelde zenuw. Ik zie dat hij heeft ingepland voor een algemene anesthesie. Deze operatie wordt gewoonlijk gedaan onder een lokale verdoving. Was er een reden waarom dat u in het slaap wilde? Ja, ik heb een paar jaar geleden heb ik een heel traumatische ervaring gehad met het verwijderen van spataders. Ja. En dan heb ik liggen gillen als een speenvarken, bij wijze van spreken. En ik vind niet dat je zoveel pijn moet hebben, want uiteindelijk boezemt me dan nog altijd angst in als ik in een hospitaal als we binnenkom. Ja, er zijn een aantal technieken die wij kunnen gebruiken om u comfortabel te maken tijdens die ingreep, zonder daarvoor een algemene anesthesie te moeten gebruiken. Ja. Sinds een aantal jaar gebruik ik hypnose om dat doel te bereiken. Ik ga niet vroegen als we zitten op eten of zo. Nee, dat is de reactie die ik meestal krijg. Ja, je gaat niks doen dat je niet wilt. Ik heb u ook niet in mijn macht. Het is eigenlijk een techniek om u rustig te maken. En om uw angst te verminderen. Ja, ik wil het wel eens zien, zelfs dan als ik. Veel mensen hebben schrik van een algemene verdoving. Een grote angst om niet meer wakker te worden. Dan is hypnose een voorlopig onbekend, maar wetenschappelijk alternatief. Hier altijd in combinatie met lokale verdoving. In mijn ogen is het vooral toepasbaar bij operaties als een hulpmiddel om angst weg te nemen en ook om pijn te verminderen. Voorbeeld is een liesbreuk, waarbij dat er toch bepaalde fases in de operatie waar wordt getrokken aan een spier en dat vinden mensen heel onaangenaam. Vaatheelkunde, waarbij dat er spataders worden weggenomen, dat zijn allemaal voorbeelden waar ik persoonlijk ervaring mee heb en die heel goed werken, combinatie, lokale verdoving met hypnose. Dag. Alles in orde? Ja. Zie je het allemaal zitten? Ja. Oké, super. Dr. Semirjev, mijn collega, ga zorgen voor de verdoving van uw arm. Oké, Victor. Luister maar naar mijn stem. Laat de rest gewoon gebeuren. Maar het taboe is voorlopig nog groot, zowel bij patiënten als medisch personeel. Sabine is dan ook slechts een van de 3 anesthesisten in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen die speciaal hiervoor zijn opgeleid. Er zijn spijtig genoeg heel veel vooroordelen. Eigenlijk is dat niet nodig, want hypnose is een wetenschappelijk bewezen, medisch toepasbaar instrument. Maar heel veel mensen kennen het niet. Als je het dan begint toe te passen en mensen merken dat het eigenlijk wel goed werkt, dan komt er stilletjes aan iets meer geloof en vertrouwen in deze techniek. Echt proberen ondertussen je buikademhaling te doen. Heel langzaam in te ademen.
alleen je buik uit te zetten. 1, 2, 3, 4. Hypnose wordt ook gebruikt bij bevallingen in plaats van epidurale verdoving. Anne Gijzen, ook opgeleid in hypnose, is een van de enige vroedvrouwen in Vlaanderen die het toepast. Dus je hebt sowieso de buikademhaling die je helpt van heel rustig te blijven. Ondertussen vraag je aan je partner van die massage te doen. En deze massage zorgt dat je extra endorfine in je bloed hebt, dat je nog meer ontspannen bent, dat je nog meer geholpen wordt van de weeën toe te laten, van je daar niet tegen te verzetten, van niet in de angst te gaan en heel rustig te blijven. En hoe voelt dat? Ja, je mocht dat nog een paar uurtjes doen. In 5 sessies leren de vrouwen zichzelf via ademhalings- en massageoefeningen in een diepe ontspanning te brengen. Een goede start van een geslaagde hypnose. Je ogen worden moe, alsof ze willen sluiten. Ik ga nu langzaam mijn hand naar beneden bewegen voor je gezicht. Als ik je ogen bereik, sluit zachtjes je ogen en ontspan je. Helemaal ontspannen. Ik gebruik de hypnose om vrouwen te leren hoe ze in een totale ontspanning moeten gaan. Een complete, totale, diepe relaxatie. Dat je moeilijk met iets anders krijgt. U niet door een wee eruit laten halen, u niet door andere prikkels eruit laten halen. Daar vind ik dat hypnose heel goed voor helpt. Als je arm op je been valt, zal je ontspanning terug verdubbelen en ga je dieper gaan. Na veel oefenen kunnen deze vrouwen zichzelf in een andere bewustzijnstoestand brengen. Een hypnotische staat, wat hen zal helpen bij de bevalling. En nu zal je in een ultieme staat van ontspanning komen. Dieper dan je ooit bent geweest. Luister maar naar mijn stem. En dan moet jij eens even rustig in- en uitademen. Heel diep in en uitademen. Dat is heel goed. En uw arm die rustig ligt naast u. Als je rustig bent, dan ga je trager ademen, dieper ademen. En buikademhaling is iets waar je heel kalm van wordt. Dus ik gebruik dat om de mensen kalm te maken, om hypnose te induceren. Zie maar in je gedachten, in je buik, als een grote ballon. En al die spanningen kan je wegblazen. Ik vraag om de communicatie via mij te laten verlopen, omdat er soms ongewild negatieve suggesties worden gegeven. Kleine opmerkingen die we dagelijks gebruiken, zo pas op, hier komt een prikje, het zal even pijn doen. Dat kan eigenlijk diep inwerken op een patiënt, dus dat zijn dingen die ik absoluut wil vermijden. En natuurlijk creëert dat een heel andere sfeer, want een OK, vaak is het heel druk, er is veel lawaai, mensen praten. Bij hypnose is het heel rustig. Met elke stap die je zet. Je kan bijna iedereen hypnotiseren, zeker wie er voor open staat. En dat kan snel gaan, bij Victor slechts enkele minuten. Sabine brengt haar patiënten dan via suggesties naar een veilige plek. In Victors geval een zomerfestival. Je bent nu toegekomen aan die plek waar je heel graag bent. En dat is een plek in de woestijn. En voel maar eens met je voeten in het zand. De perfecte temperatuur. We gaan tijdens de operatie in de hypnosesessie dan naar een plek waar ze zich ontspannen voelen en rustig, een veilige plek. Dat is ook belangrijk om bepaalde dingen te vermijden die hypnose zouden kunnen opwekken bij patiënten. Bijvoorbeeld traumatische ervaringen in het verleden, daar wil ik van wegblijven. Een traumatische ervaring laten herbeleven kan immers angst opwekken en paniekreacties uitlokken. Maar bij Victor lukt het wonder wel. Ja, het is daar heel leuk. Ja. Koude pils. Ja, fantastisch beeld. Koude pils. Koude pils, man. Ja. Dat is niet bestaan, dat is een keer niet verstaan. Dat is zo koud rust. Dat smaakt in die warmte. Zo koud rust. Een lekker koud biertje. Stel je een weiland voor waarin de meest prachtige kleurige bloemen groeien. Blauwe, gele, rode en lila.
Daan en zijn mama bereiden zich met hypnoseteksten voor op een tweede hypnosesessie in het ziekenhuis. Hij heeft al 7 jaar chronische buikpijn. Hypnose is zijn laatste redmiddel. En als je dichter en dichterbij komt, zie je een heel grote rode ballon. Ik wil er ook echt vanaf. Want ik heb nu echt al bijna hele leven. Ik wil er niet meer mee rondlopen, ik wil dat weg hebben. En bij elke dokter, bij overal, hoop ik altijd dat het weggaat. Vertrekt, de deur uit. Ontslagen. Zie je nog steeds een vage stip? Een stipje rood dat verdwijnt in de ondergaande zon. We zijn bij verschillende dokters geweest, gastroenterologen, kinesisten, zelfs ook eens een keertje bij een psycholoog, tot in Amsterdam. En dan eigenlijk een beetje ten einde raad ben ik in TUSA terechtgekomen, omdat ik gehoord had over hypnose, dat dat ook hielp bij buikpijnen en omdat dat toch fundamenteel iets is waar hij heel erg veel problemen mee heeft. Dus ik bedacht van oké, ja, laat het ons gewoon proberen en zien wat het geeft. Het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen is een van de 2 Vlaamse ziekenhuizen dat hypnose gebruikt bij kinderen met chronische buikpijn. In de wachtkamer ontmoet Daan Luca, die er een jaar lang mee rondliep. Hallo. Hallo. Ik associeerde eten zo met buikpijn eigenlijk. En ja, dat is natuurlijk niet goed, want dat is helemaal niet gezond om zo weinig te eten. En dat was ook heel veel stress en zo, dus ja. Ja. Als ouder, je ziet dat je kind heel de tijd pijn heeft, hè? En je kunt niks doen. En ik werd daar knettergek van. Daar word je zo wanhopig van. Dan denk je zo, ja, als ik nu pijn heb, oké, maar niet je kind. En dan zeker niet als je niet in staat bent om daar iets aan te doen. En ben je hier dan eigenlijk geholpen? Heb je nu nog altijd buikpijn of helemaal niks meer? Nee, ik kwam eigenlijk mijn eerste sessie als zo'n wrak aan. En ik was aan het wenen en ik wist helemaal niet wat te doen. En ik kwam daar eigenlijk buiten en ik was zo helemaal beter. Dus mij heeft dat echt geholpen. Verpleegster en hypnotherapeute Anne Roete krijgt steeds meer kinderen met chronische buikpijn of hoofdpijn over de vloer. In 2013 waren dat er nog 25. Vorig jaar al 125. Als je nu zou zeggen waar dat jouw buikpijn zit, waar zou je dan op de tekening zeggen dat het zit? Hier bij de darmen. Ja, oké. Chronische buikpijn is een gevolg van een aantal factoren. Stress, de lat wordt heel hoog gelegd voor kinderen. En door de spanning gaan kinderen hun buik ook meer opspannen, de buikspieren aanspannen. Als je dan ook kan uitleggen wat dat de spanning veroorzaakt en hoe dat de kinderen daar een beetje kunnen mee leren omgaan, door een ademhalingstechniek te gaan aanpassen, door naar een buikademhaling te gaan, dan ga je al heel veel van die problemen gaan oplossen. En de hypnose kan daar dan nog een stapje in verder gaan door de opdracht te geven wat dat je lichaam moet doen. En vertel mij maar waar je naartoe zou willen vliegen. Naar de dikke darm. Oké. Dan wil ik je vragen om jezelf eens heel klein te maken. En slik jezelf maar in. Joep. Oké. Door hun grote fantasie zijn kinderen heel vatbaar voor hypnose. Daan zit meteen met zijn gedachten in zijn buik. Kijk maar even rond of alles in orde is. Of moet er iets opgeruimd worden in jouw zwembad? Vuile banaan. Oké. Wat ga je ermee doen? In de vuilbak smijten. Oké. Ruim die maar op. En als je nog iets anders ziet, dan zeg je het mij maar. You may like to imagine you are on your own perfect beach. Tijdens het persen, daar heb je toch een bepaalde pijnbeleving nodig. Dat is het hoofdje van de kleine dat eigenlijk op de endeldarm duwt. En je krijgt spontaan het gevoel alsof dat je naar de grote wc moet gaan. Je begint vanzelf zo mee te duwen en je gaat eigenlijk op een heel natuurlijke manier meeduwen. Als ik aan de wee had, dan gaf ik echt gewoon geen kick. Ik was muisstil. Ik zei niks, riepen doe ik ook niet. Alleen als ik echt zo voelde dat branden, wou ik echt vragen waarom. Dat is... waar dat iedereen op zoek naar is, denk ik. Endorfine. Een epidurale verdoving kan hoofdpijn uitlokken of zelfs tijdelijke zenuwschade veroorzaken. Volgens Anne Gijssen redenen genoeg om voor hypnose te kiezen. Het grote voordeel is dat de mensen een aangenamere ervaring hebben. Je hebt minder complicaties, je hebt minder interventie, er moet minder ingegrepen worden. De mensen hebben veel meer kans op een normale, natuurlijke bevalling en dat is ook veel aangenamer.
daar heel leuk, hè? Ja, dat is het. Ja. Sabine heeft al een 20-tal operaties uitgevoerd met hypnose in combinatie met lokale verdoving. Tot nu toe altijd succesvol. Mochten er toch ernstige complicaties optreden als gevolg van de ingreep, kan ze altijd overgaan tot algemene verdoving. Ik ga dat 3 tellen. Ja, ja. En ik zou willen, als ik op 3 ben, dat je je ogen open doet en dat je terug helemaal bij mij bent hier. Oh ja, goed. 1 en 2 en 3. Zit jij helemaal terug? Ja, spijtig genoeg wel. Oké. En hoe was het daar? Top, hè? Ja. Ja, de angst is zeker. Daar voelde ik me echt heel relaxed door. Omdat je letterlijk in jezelf zit, maar omdat je de stem en de omgeving en je zegt wakker dan trauma, zal ik maar zeggen. Als ik het moet beschrijven, dan. Ja. Ja, ik wil ook terug hebben. Jij wilt terug hebben. Dat zeggen niet veel mensen die gewoon geopereerd zijn. Ik wil terug, ik wil terug. Ik hoor dat toch niet zo vaak in een andere setting, nee. Maar bij de hypnosepatiënten allemaal, ja. Ja, ja, dat is goed. Ja, dus dat is heel fijn. 1, 2, 3. Wil ik eens eventjes vragen, na de oefening, hoe dat het met jouw buikpijn eigenlijk is. 0 is helemaal geen pijn en 10 is echt heel veel buikpijn of andere pijn. Wel, eigenlijk had ik voor de oefening 8. Dat is nog wel redelijk veel. En nu heb ik zo 5. Ja, oké. Dus dat is heel goed dat we op 1 oefening al 3 punten naar beneden zijn. Dus hoe meer dat je dat oefent, hoe meer dat je je lichaam kan leren om altijd een beetje minder te gaan. Na 2 sessies bij Anne en 1 maand te oefenen, is de chronische buikpijn bij 4 op de 5 kinderen zo goed als opgelost. Er is heel dringend nood aan meer mensen die opgeleid zijn op deze manier, want binnenkort kunnen we de vraag helemaal niet aan. Ik dacht van, dat gaat na een tijdje minderen, maar blijkbaar is dat helemaal niet door mond-om-mond reclame. Dus we zitten een beetje aan onze limiet. Zeg, dat was eigenlijk wel raar, hè? Die banaan zo in uw dromen. Ik heb dat wel vaker. Nou, ik vond dat toch maar raar. Ik heb nog nooit een banaan tegengekomen aan een zwembad, eigenlijk. Ik ken ook niet. Allee, soms. Hypnose, duidelijk veel meer dan een gimmick dus. Dat was Koppen voor deze week. U weet het, meer informatie over de reportages kan u altijd terugvinden op onze Facebookpagina. Maar voor we er helemaal uit gaan, toch nog even vooruitkijken naar volgende week. Want na 45 jaar in de schijnwerpers nemen Nicole en Hugo afscheid. En wij krijgen de echte Nicole en Hugo te zien. Tot volgende week. Mami. Voilà, we zijn er. We zijn weg. Hugo gaat toosten, wacht. Ze doet de wassen, ze doet de plassen, ze kookt, we doen de boodschappen. We doen alles voor haar. Alles wat zij vroeger voor ons gedaan heeft. Ja. Wij hebben onze carrière kunnen uitbouwen omdat zij voor ons zoveel deed. Eet krachtig woord op haar stoel. 1, 2, 3. Ja, nog één. Oké. Mama is iemand die dag en nacht voor mij en nu ook voor Hugo gewerkt heeft. Wij kunnen haar niet teruggeven wat ze voor ons gedaan heeft. Moest mama er nu niet meer zijn, dat ik dan misschien meer relaxer in tijd. Maar nu is het allemaal lopen. En het wordt te veel. Hè? Het is toch heel veel. Zij wil stoppen. Hugo zal dat wel wat moeilijker mee hebben. Maar ik begrijp dat, ja. Daar moet eens een einde aan komen, hè. Enfin, ze zouden nog kunnen voortdoen, hè, maar Nicole wil stoppen. We hadden een heel mooi grote haag en dat hebben wij samen besloten om daar een stuk uit die haag te snijden, omdat mijn mama kon volgen. Ja, we hebben dat speciaal gedaan. En ik zie ook aan de overgordijnen
of die open of dicht zijn. Dat als ze dicht zijn, dan weet ik dat ze heel rustig is. En als alles open, dan weet ik dat ze aan het rondlopen is. Je kunt stellen dat ons leven nu in functie staat van mami. En dat, we vinden dat niet erg. En als we dan onze carrière daarvoor moeten opzij zetten. Maar we hebben besloten, het is goed geweest, we stoppen. Ik heb altijd gezegd dat we in schoonheid moeten stoppen. Niet aftakelen op een samenleving.